Goedenavond, hartelijk welkom bij deze raadsvergadering. Ook welkom aan de mensen op de tribune. Ik open deze vergadering. Er zijn wat meldingen van afwezigheid en dat betreft burgemeester Snijders, meneer Jonkhans, mevrouw Meijerink, meneer Nijhoff, meneer Bakhuis, meneer Van der Grampel en meneer Rodermond. En ik zie dat meneer Van der Wel en mevrouw Joldersma er ook niet zijn. Wellicht komen zij nog na, maar daar hebben wij geen melding van. Dan zijn wij bij agenda punt 2, de actuele vragenronde. Wie kan ik het woord geven? Mevrouw Verschuur, ga uw gang. Dankjewel, voorzitter. 50PLUS Hardenberg en CDA hechten veel waarde aan de paasvuren. Paasvuren staan voor saamhorigheid, dorpsgebeuren, veel inzet van vrijwilligers, vruchtbaarheid, rook en vuur gecombineerd met vreugde en feesten. Het is een eeuwenoude, mooi volkstraditie die wij graag in stand willen houden. In gemeente Hardenberg mag per kern tijdens paasdagen 1 paasvuur ontstoken worden, ofwel ontheffing aan verleend worden. Door de warmte, droogte en fase 2 zijn afgelopen week in gemeente Hardenberg bij alle paasvuren ontheffingen ingetrokken. Toch hebben een aantal gemeenten in provincie Overijssel, waaronder Rijssel-Holten, de ontheffing kunnen verlenen door veiligheidsmaatregelen aan te scherpen, zoals publiek op veilige afstand en paasvuren die niet te hoog mogen zijn. Ondanks de ingetrokken heffingen zijn er toch een aantal paasvuren in gemeente Hardenberg ontstoken. Namens 50PLUS Hardenberg en CDA wil ik de volgende vragen stellen. Waarom heeft gemeente Hardenberg ervoor gekozen de paasvuren te verbieden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de gemeente Rijssel-Holten, waar wel paasvuren ontstoken zijn? In het persbericht van woensdag 17 april wordt aangegeven dat het niet mogelijk is om per paasvuur preventieve maatregelen te nemen. Waarom niet? Waarom is er niet de bereidheid geweest om een aantal paasvuren in gemeente Hardenberg ontheffing te verlenen met extra veiligheidsmaatregelen? Had u hierdoor in mindere mate ontstoken paasvuren zonder ontheffing kunnen voorkomen? Is de situatie die dit jaar is ontstaan rondom de paasvuren aanleiding voor het college om nog eens naar het bestaande beleid te kijken, zodat we in een vergelijkbare situatie waarin droogte een rol speelt, we wellicht preventiemaatregelen kunnen nemen, waarmee we deze mooie traditie in stand kunnen houden. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Verschuur. Ik kijk even achter mij, want als ik het goed heb begrepen, gaat meneer Breukelman de vragen beantwoorden. Dank, voorzitter. Een viertal vragen gesteld door mevrouw Verschuur aangaande het onderwerp paasvuren. En laat ik daarbij voorop stellen dat wij het heel goed begrijpen dat er aan paasvuren nadrukkelijke waarde wordt gehecht. En om die reden heeft de gemeente ook ontheffing verleend voor het ontsteken van maar liefst 11 paasvuren in onze gemeente. Echter, in ons beleid is ook geregeld dat bij droogcode alertheidsfase 2, voorheen code rood, geldt dat het verboden is om van de ontheffing gebruik te maken. En dat staat ook in de ontheffingsvoorwaarden die aan de organisatoren zijn gestuurd. En in de week voorafgaand aan het geplande paasvuur heeft de veiligheidsregio opgeschaald naar fase 2. En daarmee adviseert zij feitelijk en professioneel om geen vuren toe te staan. Uiteindelijk is het aan de gemeente om een besluit te nemen. En gelet op die advisering van de risico's van de droogte hebben wij besloten om de paasvuren te verbieden. En u suggereert daarbij in uw vraagstelling dat de gemeente niet de bereidheid heeft gehad om toch ontheffing te verlenen. En daar, voorzitter, zet ik graag tegenover dat zowel burgemeester Snijders als ikzelf naar het overdracht van het piket heb gekeken of er toch maatwerk mogelijk is. Echter, wij zijn tot de conclusie gekomen dat wij nu daar niet de juiste kaders voor hebben, dat het ook enigszins arbitrair zou blijven, maar veel belangrijker,
een omvang van 11 paasvuren bleek onmogelijk om op zo'n korte termijn van maatwerk te voorzien. Het is dus vanwege het aantal vergunde paasvuren in relatie tot de beschikbare capaciteit van de hulpdiensten niet mogelijk gebleken om op korte termijn dat maatwerk te leveren. Uw derde vraag of een ander besluit had kunnen leiden tot in mindere mate ontstoken paasvuren, ja, die vraag kan ik eigenlijk niet goed beantwoorden. Want ook zonder droogcode geldt dat er in de landen paasvuren worden ontstoken nog voordat daar eigenlijk de ontheffing in zou gaan. Dus vroegtijdig. En ook bij een eventuele selectie van paasvuren had het zo kunnen zijn dat paasvuren buiten de ontheffing waren gevallen. Er is overigens wel extra gemeentelijke handhavingscapaciteit ingezet. Tot slot vraagt u of het college bereid is om nog naar het bestaande beleid te kijken. En daar kan ik positief op antwoorden. Waarbij ik vooraf wel mee wil geven dat het best moeilijk en lastig zal zijn om te definiëren wat nou brandongevaarlijke locaties of omstandigheden zullen zijn. En gezien wat er zich bijvoorbeeld in Erica heeft voorgedaan en de windcondities van gisteravond, denken wij in ieder geval voor afgelopen Pasen het juiste besluit te hebben genomen. Dank u wel. Dank u wel. Zijn uw vragen voldoende beantwoord, mevrouw Verschuur? Ja, voorzitter, dank je wel. Ja, op zich zijn de vragen goed beantwoord. En ik ben blij dat vraag 4, met oog op volgend jaar, dat daar dus verder bij stilgestaan wordt en dat dat in acht wordt genomen en dat ze daar rekening mee gaan houden. Dank je wel. Prima. Dan zijn we bij agenda punt 3, vaststelling van de agenda. Kan deze ongewijzigd goedkeuring weggedragen? Ja, mooi. Agenda punt 4 is spreekrecht over agendapunten. Er heeft zich niemand gemeld. Ook nu niet. Dan zijn we bij agenda punt 5. En dat is het vaststellen van de besluitenlijst raadsvergadering en besluitenlijst besloten raadsvergadering van 26 maart. Kunnen wij die zo vaststellen? Ik denk dat het antwoord ja is. Heel goed. Dan zijn we bij de hamerstukken. Agenda punt 6. Ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan buitengebied. Nieuwelandse weg 9 in de Krim. Ten behoeve van het mogelijk maken voor een zorginstelling. Iedereen akkoord? Meneer Odink wil graag een stemverklaring afgeven. En zijn er meer mensen? Nee? Meneer Odink, ga uw gang. Ja, voorzitter. We hadden toch nog wel een aantal vragen rondom dit gebeuren. Dus we hebben een aantal schriftelijke vragen gesteld, technisch. En die zijn afdoende beantwoord. Dus ondanks de verkeerssituatie daar en het asbestdak gaan we wel instemmen met dit plan. Hartelijk dank. Ik ga even de fracties bij langs. ChristenUnie is akkoord, CDA, het samenstuk. Dus iedereen is, ik zie iedereen instemmend knikken, dat is mooi. Dan hebben we agenda punt 7, lijst ingekomen stukken raadsvergadering van 23 april. Kan die zo worden vastgesteld? Mevrouw Ruske wil wat zeggen. Dank u wel, voorzitter. Is het een optie dat wanneer het college de aanbestedingsbrief en de programmabegroting van de GGD en de veiligheidsregio gaan bespreken, dat zij hun voorstel en of een zienswijze ook nog via de raad laten gaan? Ik kijk even achter mij. Iemand van het college. Ik stel mij voor dat meneer Breukeman zou zijn. De vraag kan beantwoorden. En zo niet. Ik wil ook wel even schorsen als u daarover na wil denken. Ja, het college vraagt of ze de vraag schriftelijk mogen beantwoorden, mevrouw Ruske. Ja, dat is oké. Okay. Dat is mooi. Even goed, kan de lijst met ingekomen stukken raadsvergadering 23 april wel gewoon worden vastgesteld, neem ik aan. Ja, oké. Okay. Dan zijn we bij de rondvraag. Agenda punt 8. Heeft iemand iets voor de rondvraag? Niet? Dan sluit ik bij deze de vergadering. Ik dank u voor uw inbreng en de oriënterende ronde begint om 7:30.